Wij willen respect tonen aan de mensen in Parijs na de aanslagen op 13 november 2015. Ons woord is Parijs, geschreven P-A-R-I-S en de A is een Eiffeltoren. We hebben in de P 2 streepjes gedaan, de I 3 en de R 4. Wij zijn begonnen met eerst een foto zoeken waar de Eiffeltoren al in zat. Dus hier zijn we mee begonnen en dan begonnen we daar spijkers op een plankje in het blad te steken, zodat we de vorm van Parijs konden krijgen. Ja, de problemen waren zo de boog van de Eiffeltoren en de P en de R. En de S was ook een beetje een probleem. Dat was moeilijk om dit samen te halen. Dan heeft meneer Rossaar ons geholpen met de S te vormen. En wij wouden ook heel graag dat bolletje op de I, de Peace for Paris, teken hebben. Maar dat was veel te moeilijk om dat te doen. Want dat bolletje is wel redelijk klein, dus we konden dat er niet meer in passen. Wij wouden ook eerst zonder de streepjes te doen, maar de letters waren veel te leeg. Dus we hadden besloten dat wij daar streepjes in gingen zetten om dat meer te vullen. Want het was nogal, saai. Onze samenwerking, dat ging eigenlijk heel vlot. Want het is zo verschillende ideetjes en die passen allemaal wel goed bij elkaar. We hadden ook allemaal heel verschillende taken. Omdat wij wilden zeker zijn dat wij allemaal wisten wat we aan het doen waren. Dus wij waren veel aan het praten en aan het overleggen over hoe we alles gingen doen. En dat ging wel heel vlot. Want wij wisten al een beetje op voorhand wat wij wilden doen met de Eiffeltoren. En met het spellen. Dus dat was alleen maar nog die foto opzoeken en eraan beginnen. We wilden daar eigenlijk ook nog zo een cirkel rond doen. Ja. Maar dat was 26 centimeter en we zochten overal, maar we vonden niet echt een cirkel van 26 centimeter om daar rond te doen. En als we zo iets ongeveer die grootte vonden, dan kwam dat meestal uit in een ovaal. En wij kregen dat er niet echt goed rond, dus dan hebben we dat niet gedaan. En dan wilden wij proberen zo'n accoladevormige haak erop te maken. Maar dat ging niet zo goed met dat draad, want dat zijn veel boogjes. En dat is een heel specifieke vorm, dus dat is niet goed gelukt. Maar het is wel goed gelukt met de letters en de Eiffeltoren. En het is heel... eigenlijk heel vlot gegaan en heel snel. Ja. Wat dan ook soms met die streepjes, dan was het te lang en dan wouden we het knippen en dan was het weer veel te kort en we moesten weer opnieuw. En dan soms kwam dat ook heel de tijd los als je zo de, vooral bij de I denk ik, dat hele tijd los kwam, want dat is een dubbele draad. Dus zij moesten dat met allemaal, iedereen moest daarmee helpen. Met 5 stonden wij daar dat proberen tegen te houden, zodat dat vast kon solderen. En dat was wel redelijk moeilijk, maar het is ons toch gelukt. Voordat wij onze draad konden gebruiken, moesten we die eerst strippen. Dus ja, om de beurt gingen we wat draad strippen. Ja, en dat strippen dat was wel soms moeilijk, want dat is je arm heel stil houden en heel hard trekken en zorgen dat je niet in die draad zit, want anders zit daar een haksje in en dan... kunnen jullie daaraan snijden? Ik vond het wel tof om te solderen. Want dat is allemaal wel moeilijk, maar het is een heel leuk proces. En het is een heel leuke manier om samen te werken. En dan hoorde ook elkaar meer en dan weten meer waar mensen aan zitten te denken. Want iedereen brengt hun ideeën uit. En dat is wel heel leuk dat we allemaal samen onze ideeën in één kunnen steken. En één ding kunnen solderen. Dus we hebben daar veel onderzoek op gemaakt voor de perfecte foto ervoor te maken. En dan nog dat plankje en die spijkers erin. Dat moest allemaal nog
Allee, we moesten dat allemaal nog zoeken hoe we dat moesten maken. Ja, ik zou dat heel jammer vinden, moest dat in de vuilbak gaan. We hebben daar zoveel werk aan gehad en als dat dan ineens in de vuilbak is, al die mooie herinneringen om dit te maken weg. Ja, dat zou wel heel stom zijn, want het is heel mooi gelukt, vind ik. Ik vind het een heel mooi resultaat. En ik vind het gewoon leuk dat we dat allemaal samen hebben kunnen doen. En dan nog punten erop krijgen. Dus een leuke manier om goede punten te halen. Ja, we hebben het zelf gedaan. We hebben het allemaal samen gedaan. En we hebben er veel werk in gestoken. Dus ik denk, hoe meer dat je eraan werkt, hoe meer dat je dat gaat herinneren. En ik denk eigenlijk dat ik beter techniek kan herinneren dan Frans. Ja. Het is gewoon veel gemakkelijker om erover te leren als je het uitvoert dan als je het uitspreekt. Ik vind het wel een goed idee dat dat hier blijft, want we willen niet dat dat kapot gaat in het proces van naar huis gaan. En we zijn hier ook met 5 en het is maar 1 ding. Mm. Dus dat is ook wel stom. Dus het is een goed idee dat dat hier blijft hangen. Ik vind dat leuk, want dan kunnen de anderen zien wat dat wij gemaakt hebben. En dan voel ik mij ook zo'n soort van trots. En dan kun je ook een beetje stoeven erover. Als mensen zeggen van, wauw, dat is een mooi werkje dat daar hangt. En dan kan je zeggen dat dat van jou was van vorig jaar of zo. Dat is wel leuk. En dan kan je terugkijken naar wat je hebt gedaan in de komende jaren. Je kunt het gewoon blijven bekijken en dat is veel leuker dan dat mee naar huis nemen en riskeren dat het kapot gaat. Ik vind dat wel leuk dat we zelf deze dingen dat we leren kunnen uitvoeren. En het helpt ook beter bij samen te vatten van wat is dit, waar zijn we nu over aan het praten? Want als je gewoon naar de leerkracht luistert die van voor staat en je iets uitlegt, dan weet je niet meteen wat dat allemaal is, totdat je het zelf doet. Dus, en dan weet je niet hoe moeilijk het is, totdat je het zelf moet doen, voorbereiden. Bijvoorbeeld dat solderen, dat zag er heel gemakkelijk uit toen meneer Rossaar aan het doen was. Want ja, hij kan dat al heel goed. Maar toen wij dat zelf aan het proberen waren, dan hadden wij toch wel een beetje hulp nodig. En dan hadden we 5 mensen nodig om dat zelf te doen. Dus ik vind dat wel goed dat we dat zelf kunnen in elkaar steken. Om zelf te leren. En dat is een goede manier om te herinneren wat je allemaal hebt gedaan in het jaar. Door al die moeilijkheden en al die dingen die je erin steekt. Eerst, wij wilden een YouTube award maken en dan hebben we dat gedaan, maar dan bleek dat wij dat niet konden vastmaken, dus dat was niet goed. En dan hebben we een oplossing gezocht, dan hebben we dat met dikkere draad gedaan, gesoldeerd, maar dat is ook niet gelukt. Dan hebben we van deze plaat een stuk afgezaagd en hebben we met licht schuurpapier erover gegaan, zodat dat ging blinken, zo kwam dat beter uit. Alle delen van een computer en tv liggen op deze plaat. Een YouTube reward krijgt een YouTuber als hij 100.000 abonnees heeft gehaald. En dat is deze dat hij dan krijgt, zoiets in de aard. Ja, ik doe als hobby als YouTuber en ik dacht, het ging wel leuk zijn als ik iets wil maken dat ik later wil toch bereiken. En ik wil dat nu wel maken, dan hebben we deze art gedaan. Gewoon als inspiratie van andere YouTubers. En wij, omdat wij graag YouTube kijken. En wij zouden wel zitten om dat eens na te maken. Dus we hebben onze button en onze play ook gedaan hier op school. Met de koperdraad en ik heb gewoon thuis bijgewerkt, zoals bij zoals in de kader gezet. Ik heb een paar keer geprobeerd om dat vast te houden. En ik heb toch uiteindelijk met plakband en hier rond
En ja, ik heb gewoon karton gepakt en die plakband erop gezet. En voor die dingen om dat op de muur te zetten, gebruik ik koperdraad. En ja, koperdraad was de beste manier voor. Ik vind het leuk dat je ook mocht kiezen wat je wilde. Als je zelf mocht kiezen, zeg je zeker dat je het leuk vindt. Dan als een leerkracht dat kiest, dan weet je niet of het wel leuk is. Als je iets doet wat je totaal niet interesseert, dan ga je er ook minder voor inzetten. En als we allemaal hetzelfde hebben gemaakt, dan is dat niet meer zo leuk. Want dan heb je allemaal hetzelfde voorwerpen al. En als je allemaal verschillende hebt, dan kun je ook... er is bij van leren en al. En dan heeft iedereen... iedereen heeft dan iets anders en dan is dat leuker. Het was vooral ook leuk dat we in groepjes mochten werken. Als je in een groep zit, dan heb je meer inspiratie dan alleen. Dit is de Eiffeltoren. We hebben hem gemaakt omdat we het wel interessant vinden en we vinden hem schoon. We hadden het eigenlijk moeilijker verwacht dan het eigenlijk was. Dat is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk om te maken. We hadden er ongeveer 6 lesuren werk aan. We hebben eerst de Eiffeltoren geschetst op een blad. Dan heeft Helena van allerlei tekeningen en foto's en zo meegenomen. En het kleine beeldje. En dan hebben we dat gebruikt als voorbeeld. Daarna zijn we eindelijk echt aan de slag gegaan. We hebben eerst de draad gestript. De tweede stap was dat we de afstanden wisten voor dit, voor deze en zo. Dan hebben we alles op maat geknipt en dan konden we beginnen solderen. Solderen was het moeilijkste werk. Daarvoor moesten we elkaar helpen. We hebben eerst de basis gemaakt, dat waren deze grote de stokken. En dan hebben we daarvanuit verder gewerkt. Dan hebben we de horizontale gemaakt en die waren ook makkelijker dan verwacht. Daarna hadden we de moeilijkste geplaatst, deze. Dan hebben we ze afgewerkt en kom je op zo'n resultaat. Dat ging erg vlot, want we hebben van allerlei klusjes uitgedeeld. Zowat. En dan hebben we heel veel samengewerkt ook, want zeker voor de Eiffeltoren moesten we van alles tegenhouden en daarom hadden we elkaar zeker nodig. En als het bij de ene niet lukt, dan probeer het de andere en dan lukt het meestal wel. Ik kan niet zo goed solderen, maar ik heb met de tangetjes dat vastgehouden en dan kon ik Xenia en Lena, die konden dat beter. Ik heb ook zo wat vastgehouden en draden doorgeknipt. Ja. We hebben de Eiffeltoren gekozen omdat er een aanslag is gebeurd in Parijs. Ter land, ter zee en in de lucht. Dit gaat over ons kunstwerk dat we gemaakt hebben met soldeeroefening. We begonnen eerst met een gewone... we hadden gedacht voor een simpele auto te maken. Maar we dat beginnen maken en dan dachten we van... dat lukt niet zo goed. En dan hebben we een paar lessen geleden... hebben we dan op het idee gekomen... omdat we een paar wielen hadden gemaakt... hadden we het idee te komen om een fiets te maken. En dan hebben we deze fiets gemaakt... omdat we dachten van dat veel te weinig was. Omdat dat zo klein is. En dan hadden we direct gedacht voor deze boot te maken. En dan zijn we op het idee gekomen van te land, te zee en in de lucht. En dan hebben we ook deze vliegtuig gemaakt. Iets minder gelukt, maar het is toch goed gelukt. De historie van dit vliegtuig gaat eigenlijk een beetje over... het vliegtuig was aan het vliegen en tijdens de vlucht is het neergecrashed. Omdat iemand het raampje had opengedaan van het vliegtuig. En daardoor is er een ding al afgevlogen, maar ze hebben hem opnieuw kunnen herstellen. Maar ze hebben het stukje van de poot hebben ze niet kunnen terugvinden. En daar, de grote historie.
We hebben een wereldbol gemaakt, omdat we wilden eerst een zeppelin maken, maar dat is al gemaakt. En dan dachten we, een wereldbol, dat is dezelfde rondingen. Dus hebben we dat gemaakt, omdat dat nog, dat is nog niet gemaakt in de vorige jaren. Je ziet ook dat de wereldbol er niet echt uitziet zoals hij er in de atlas uitziet. Hij is een beetje scheef gegroeid tijdens het maken van de bol. Ja, dat komt omdat er vroeger heel veel kreeften waren. En die hebben daar een dansje rond die een bol gemaakt. En dat dansje, dat liep een beetje scheef. En dat was niet zo goed, dat dansje. En dat komt daarom. En ik heb dit gekozen omdat ik klil doe met aardrijkskunde. En daarom heb ik die wereldbol gekozen. Wetenschap interesseert me ook wel een beetje. Ik zit er thuis altijd met boeken van wetenschap. En de aarde stond daar ook in, dus ik had het idee om de aarde te maken. Ik vond het ook wel fijn dat wij zelf mochten kiezen wat wij deden. En dat was leuk om die wereldbol te doen. En ons groepswerk ging ook goed samen. Ik vond het ook wel goed dat we het zelf mochten kiezen, omdat je dan je eigen werk niet met anderen kon vergelijken als we allemaal hetzelfde moesten maken. En nu was het allemaal verschillend, dus kon je dat niet vergelijken of dat beter of slechter was. Ja, de samenwerking verliep wel vlot. We hebben ons wel een paar keer verbrand en dat is niet zo leuk. En dan moest ik er zelf daarop doen. In het begin liep onze samenwerking nog niet zo vlot, maar na een tijdje begonnen we elkaar wat te kennen. En we begonnen wel goed te lukken en helpten we elkaar. Dan hebben we eerst foto's van de aarde gezocht, zo, voor de Evenaar en zo, en de Kreeftskerkring. Te zien ongeveer waar dat die staat. En dan aan de hand van die foto's dat zo goed mogelijk proberen namaken. Voor de cirkel samen te houden hebben we zo dit knijpertje gebruikt en dan plakten wij dat erop en dan kon Nicola of Feben of Delano solderen en iemand het tin vasthouden. Delano had altijd schrik van dat machineke, want als ik soldeerde en hij moest die tin erbij doen, dan trok hij altijd zijn arm weg, terwijl dat nog ver van zijn arm verwijderd was. Ik ben ook wel blij van het resultaat. Ik dacht eerst dat het niet zo goed ging lukken. Maar nu is dat wel. Het is wel een beetje scheef, maar dat maakt in feite ook niet zoveel uit. De aarde maken was soms moeilijk voor ons. Omdat soms deed iemand niet mee of iemand drinkt tegen of iemand deed dat verkeerd. Hè, dan maakten wij ons pest. Alleen niet echt zo pest, maar toch wel. Een beetje lastig werden wij, maar het is dan goed verlopen. Dat te maken was gewoon zo'n bekertje pakken en gewoon die draden zo dat rond doen. Dan hadden wij zo'n cirkel, moest je dat de hele tijd zo delen, dan dat erop doen. Dat was eigenlijk een beetje simpel. Simpel? Soms wel niet, maar als je het... Maar het is niet zo moeilijk dan het lijkt eigenlijk. Maar om de cirkels een vaste vorm te laten krijgen en te blijven krijgen is vrij moeilijk, vind ik. Ja. Want soms vonden we ook niet de juiste rondingen, waardoor dat te klein of te groot was. En dan paste dat niet rond die bol. Of was dat veel te groot, dan ging die bol daar gewoon door. Dus dan moesten wij dat soms wel meer dan één keer opnieuw doen. We hebben verder gezocht naar andere rondingen. En dan hebben we daar achter die hoek een gele emmer gevonden. En dat was een perfecte ronding voor de kreeftkerkring en de steenbokskerkring. Alles wat hier staat kan allemaal een functie hebben. En dat is wel leuk. Het ziet er een beetje, een paar dingen nutteloos uit. Maar de meeste dingen zijn heel bruikbaar. Wij hebben het biesteken proberen namaken.
We hebben dat gekozen omdat we bevonden dat er te weinig vrede is in de wereld. En ja, dat interesseerde ons wel. Dan zijn we begonnen met het peace-teken, met een tekening daarvan te nemen. En dan hebben we alle afmetingen daarop geschreven. En dan zijn we gaan strippen, maar dat lukte niet zo goed, omdat wij niet zo handig zijn. Dan hebben we alle vormpjes gemaakt, zoals die driehoeken hebben gemaakt. En dan hebben we die pas aan elkaar vastgemaakt. Die hebben we dan allemaal vastgesoldeerd. En zo zijn we aan ons piesteken gekomen. Maar dat lukte niet zo goed, omdat wij konden niet zo goed solderen. Omdat dat viel altijd van elkaar. En ja, zo moest je altijd opnieuw beginnen. De samenwerking was vrij vlot. Ik pakte zo alles mee naar huis en terug naar school. En hij deed vooral hier het werk, zo de moeilijkste dingen. Meestal was ik, soldeerde ik en hield hij de draden vast en zo. Ooit op een dag zijn wij, ik, Jens en Noah, we waren eens gaan zwemmen in Triool. En Noah die dook heel diep en die vond het vlak van een vliegtuig. Dus Noah dook naar de onderkant van dat vliegtuig. En ik en Jens, wij naar de bovenkant en dan hebben we dat eruit getrokken. En ik was er niet bij, want ik was mijn schapen gaan hoeden. Noah die bleef achter in een plotse tornado. Het was jammer genoeg dat hij er nu niet bij kan zijn, maar we hebben toch het vliegtuig gerestaureerd zonder hem. En dat is het resultaat. Bij het solderen is het zo wat raar gegaan, omdat we veel te veel tin, denk ik, hebben gebruikt. Want die zijn zo bolletjes. We hebben hier een pootje juist nog maar daarnet aangedaan, zodat dat kan steunen. En eigenlijk wilden we er nog eentje hier extra bij doen, maar het was eigenlijk al niet meer nodig. Het vliegtuig is vrij goed gelukt. Soms loopt hier wel soms wat scheef en sommige dingen zijn echt niet zo goed gelukt als we het eigenlijk wouden. Maar ik ben eigenlijk nog vrij blij van het resultaat. De samenwerking ging ook eigenlijk heel vlot. Ik soldeerde, Cesar bracht het in aan, Jens hield vast en Noah commandeerde. Het is ambetant als je aan het solderen bent en die draad wordt warm en dan kun je je vinger wel eens verbranden. Bij ons in de groep hebben we vaak soort van discussie, ruzie gehad. Meestal. En dan is dat uiteindelijk nog wel goed gekomen. En achteraf dat we er dan naar op terugkijken is het eigenlijk nog vrij grappig. We zijn eigenlijk eerst begonnen met wat schetsen te maken van een vliegtuig en dan zijn we zo wat de constructie beginnen te maken, zoals de vorm. En dan zijn we telkens weer op nieuwe ideeën gekomen wat we konden bijdoen op het vliegtuig. Ik wou eigenlijk eerst een ruimteschip maken, maar niemand anders wou dat maken. Dus het vliegtuig was het meest dat er meest op leek. Als we nu terug opnieuw moesten begonnen zijn, dan zouden we... Zou ik het alles afmeten, want nu hebben we het gewoon de draden hebben die recht gemaakt en dan die in een vorm gedaan. Maar we hebben niks afgemeten dat het eigenlijk echt klopt, want de ene vleugel is zo wat, de ene kant van de vleugel is zo wat groter dan de andere. En sommige cirkels passen niet echt op hun plaats, dus dan moesten we de soort van de romp van het vliegtuig induwen. Maar als we alles begonnen te meten, dan duurde dat veel te lang en dan waren we nu nog niet klaar. We hebben een hovercraft gemaakt. En wij moesten ons koper ergens gaan halen, zo milieuvriendelijk mogelijk. En mijn opa die had nog een hele draad vol een hele buis vol koper. En daar hebben we onze koper gaan halen en het soldeert in mochten wij hier op school gebruiken. In het begin moesten wij dingen opschrijven die wij wilden maken, die wij wilden solderen. En dan ging de leerkracht daar in groepjes maken.
Het was heel leuk dat we alleen en zelfstandig mochten werken. Omdat dat veel toffer is dan in boekjes moeten leren en schrijven en alles. Ik vond het ook heel leuk, want dat blijft dan ook beter bij dan dat je in boeken kijkt. We hadden geluk dat we in groep werkten, want we hebben vaak 6 handen nodig gehad. Bijvoorbeeld als we 3 koperdraden aan elkaar moesten solderen of zo. In het begin ging het groepwerken in groep werken niet altijd even goed. Wij wilden eerst een kaartwagen maken, maar dat ging niet zo goed met de wielen. Dus we hebben daar een hovercraft van gemaakt. Ja. Wij hebben voor een fiets gekozen, omdat wij mochten hier in de klas iets kiezen wat ons interesseerde of iets nadenken wat ons interesseert. En ja, wij zagen hier een fiets hangen en ja, wij dachten direct van ja, dat is het gewoon. Ja, en we hebben ook niet zo'n fiets gekozen van het dagelijkse leven, want dat vonden we een beetje saai. Dus we hebben een van de eerste fietsen gekozen, want dat was wel uniek. En we hebben er ook een paar details aan toegevoegd. Zoals hier die trapjes, omdat dat handig is voor de mensen, dat je er kunt opstappen. Dat is veel makkelijker om op je zadel te geraken. Ik vond het ook wel leuk om in de les te maken, want het is iets anders. Soms was het ook wel moeilijk om die dikke draad te solderen, want dan moest je dat zo lang vasthouden, maar dat lukte niet altijd. En we hebben dat een paar keer opnieuw gedaan. Maar dat was wel tof. En we zijn wel blij dat dat hier kan ophangen. Ja, want anders wordt dat maar in de vuilbak gegooid. En ja, we hebben ons werk erin gestoken, dus dat zou wel super spijtig zijn. Ja, en dat is ook voor de mensen die er dan binnenkomen, kijk, zien ze dan zo, oh ja, tof, en oh, de fiets. Wat zou je er dan mee doen? Mijn kamer zetten. Ja. En echt zo aan, en op een speciaal plaatje zetten, zo van, omdat dat wel een leuk dingetje is, dat je zo met een groep hebt gemaakt. Ja, soms was het wel wat stress, maar dan kun je zo... Zeker bijhouden. Ja, en zo kun je daar ook later nog op terugdenken van ja... Dat dat wel leuk was. Ja, en we hebben er veel werk in gestopt, dus ja, dat is wel leuk. Ja. Dat heel warm is. Je moet ook wel veel geduld hebben. En... Ja, en echt op je vertrouwen op de mensen die je bij hebt. Want ja, als je daar niet op vertrouwt, dan kun je wel echt iets serieus verbranden. Of je werk kan niet helemaal verprutst worden. Maar door dit hebben wij wel meer geduld leren krijgen. Ja. Elise, die heeft wel... Goed, de wielen, die kon dat goed solderen. Die heeft echt de juiste hoeveelheid gedaan. En Bo, die kon dat ook super goed stellen. Die heeft echt die heeft bijna niet bewogen. En Mano, die kon goede details aanbrengen, zo die dingetjes krullen. Zo dragen, maar dat duurde wel lang, maar het is wel goed gelukt. Want die bel en die bel en dat licht, en ja, zo, dat heeft Mano wel allemaal gedaan. Dus Mano kon beter dingetjes, die details. Ja, dat kon Mano wel goed. Ja. Dus we vulden elkaar wel goed aan. Ja. Het was tof. Ja. Wij hebben voor de constructie van een console gekozen. Omdat dat is van ons allebei. Dat is een van onze lievelingsdingen. En ja, dat past wel bij deze tijd. Ja, wij doen dat ook vaak. En... Dat is waar. En ja, bij het kiezen. Ik was met het idee gekomen voor een console te maken. Maar Hamzat die had geen idee, dus... Uiteindelijk dacht ik, ga mee met Hamza doen. En ja, dus ik ben Hamza. En... Wij begonnen met de vorm. Wij wilden eerst een 2 lagen maken, maar dat zou niet lukken en dan moest alles even groot zijn en zo. Dus dan deden wij maar 1 laag. Ja, en we zijn dan begonnen met de 2 buttons, alleen 2 buttonsoorten, dan de nunchucks en dan dit hebben we als het laatste gedaan. We hadden eerst hier kwam er een kleine discussie over hoe wij dat zouden doen. Ja. Maar uiteindelijk hebben we dat zo gedaan. En... Ja, ik vind het wel een leuk resultaat. Ik had niet verwacht dat dat zo mooi... Allee, ik dacht dat dat ietsje wat lelijker ging zijn, maar het is toch wel mooi. En ja, Hamzat die kan heel goed stilhouden, zodat ik
solderen. Ja. We hebben de wiskundige figuur gekozen omdat dat mooi is en ja, dat inspireerde ons en dat is iets uniek. We zijn begonnen met een kubus omdat dat het makkelijkste leek. Maar dat was ook echt nog moeilijk, want al die hoeken die moesten recht zijn. En je moest ook telkens je hand zo stil houden, want anders verschoof dat telkens. En je moest telkens tot op de millimeter nauwkeurig zijn. En elke lijn moest echt hetzelfde meten hebben als de andere. Ja, en we hebben daar veel werk in gestoken, want dat was niet zo makkelijk. Dan hebben we de eerste drie kubus gemaakt en daarna de moeilijke. En dan hebben we onze eigen creatie gemaakt, de Belle Jus. Wat wie? De Belle Jus. En wat is de Belle Jus? Een eigen creatie die we zelf hebben gevonden. Dat zijn met de eerste letters van onze namen. Ja. Julie die kon echt al goed solderen en uw hand zo stil houden. En die kon echt goed meten tot op de millimeter. Besma die kon ook echt goed solderen. En vooral zo het tin om te solderen zo aanbrengen, dat ging te veel laten, niet te weinig. En Lies is echt, kan echt deze todecaeter bijna helemaal half zelf gemaakt en wij moesten ook wel soms helpen bij het solderen, maar zij heeft dat bijna helemaal zelf gemaakt en ze kan heel goed zelfstandig werken. Ja. Dit is de todecaeter. Dat heeft 12 vlakken en ja. Dat is een figuur uit het Romeins, ja, van de Romeinen. En ze hebben dat gevonden, maar ze weten nog altijd niet wat dat betekent, want ja, waarvoor ze dat dienden of ze dat gebruikten. Voor decoratie gebruikten. Of... Want dode, dat betekent 12 vlakken. In het Romeins. Latijns. Ja, ik zou dat wel niet leuk vinden als die allemaal zo de vuilbak ingingen, want ze hebben daar veel tijd in gestoken. En... veel werk natuurlijk. En dat is leuk als dan andere mensen dat nog kunnen zien en misschien willen die daardoor dat ook wel gaan maken? Ik zou het ook leuk hebben als ik dit thuis zou hebben. Dan telkens als ik er naar kijk, dat ik er mijn leuke herinneringen aan heb. We hebben gekozen een brug te maken, omdat hier in de klas ook een brug hong. En in filmpjes hebben we ook een brug gezien. En daarom een brug. En we vonden dat wel leuk als we daaraan gewerkt hebben. Dan hebben we documentatie en foto's gezocht en hebben wij twee verschillende bruggen tegengekomen. Dan hebben we die bij elkaar gevoegd en heb ik zo'n brug gevonden en zo een gemaakt. En dan hebben we die ook nog getekend op een blad. En dan moesten we alle draden gaan strippen met een gestrekte arm. En dan moesten we aan de draad trekken zodat het mes op dezelfde plaats bleef. Dat mes moest recht houden zodat we niemand anders konden verwonden of zo, of je eigen. En dan moest je ook alleen gaan zitten, zodat je nergens in de buurt van iets kapot kon maken of zo. En dan konden we daarna beginnen solderen en vouwen, plooien. En dan moesten we eerst nog de draden rechten, ja, want anders konden we niet zo die rechte vormen hier maken. Dan moesten we alles op maat knippen en zo. Totdat alles perfect past en zo, en die bogen en zo. En dat is goed gelukt. In het begin, dat was moeilijk om samen te werken. Want we hadden nog nooit echt iets gedaan dat we echt samen moesten werken. En nu voor de eerste keer moest dat wel. En uiteindelijk ging dat wel wat beter. Ja, want solderen dat ging ook moeilijk in het begin. Want we hadden veel dunne draad, maar ook wel zo dikkere draad. Dus het solderen dat ging moeilijk. We hadden veel problemen met die poten. En we hebben daar lang over gesukkeld. En uiteindelijk zijn we toch naar de leerkracht gestapt. En die heeft tot ons uitgelegd dat we dan veel langer moesten solderen eigenlijk. Totdat dat echt goed vastging. En het was eigenlijk echt wel tof, omdat we echt konden doen wat wij wouden. En niet zo moesten doen wat de leerkracht zei of zo. Dus dat was echt wel tof. We hebben een AK gemaakt, een mini AK.
Ja. Wij hebben, eerst moest ik eentje van zwart maken met amber. Maar wegens dat amber weg is gegaan, moeten wij nu een wapen maken met Brent. AK was heel moeilijk om te maken. Omdat we nu allebei houden van zo van die schietspelletjes. En ja, zo verder vonden wij dat leuk om zo'n AK te maken. Ik heb heel veel gesoldeerd. En ja, de samenwerking was heel goed. Soms was dat wel een beetje moeilijk voor Brent. Ja, in het begin was het niet gemakkelijk om alles juist aan elkaar te maken, zeg maar. Maar alles is helemaal goed gekomen. Dus ja. En in het begin, onze samenwerking, dat lukte minder goed dan anders. Maar nu is dat weer heel goed gegaan. En ja, zoals je zei, we hebben ook heel veel moeten solderen. En in het begin wisten we ook niet van wat en hoe. Maar nu we het helemaal hebben gemaakt, lijkt het nu niet zo moeilijk meer dan in het begin, zeg maar. Dus, En het was ook heel moeilijk toen we zo die lijn moesten maken en waar je ook schiet en de magazijn. Kogel, magazijn, ja. Vanachter was het nog moeilijker. We hebben dat, ik denk, 4 keer hebben we proberen om dat zo goed mogelijk op de tekening hetzelfde te doen, maar dat was niet bijna gelukt. Dus we hebben de vijfde keer geprobeerd en dat was wel iets beter. Ja, het kruis was niet gemakkelijk om te maken, want er was ook heel veel. Hier was er heel veel losgekomen. Dan moesten we dat altijd opnieuw solderen. Dan was het maar opnieuw en uiteindelijk is het gelukt. En dat was wel even van eindelijk, want dat misschien. Ja, dat heeft heel lang geduurd. Voordat jullie gaan beginnen. Allee, en dan praat ik zo over degenen die naar broederschool komen. Dat wat heel moeilijk is, op het begin dat jullie denken zo van, ja, met één zal dat wel lukken, maar uiteindelijk ga je wel merken dat je zelfs met 3 à 4 personen moet werken om dat eigenlijk heel perfect te krijgen. Dat is echt heel moeilijk. Zoals je hier ziet, hier was ook helemaal niet gemakkelijk om te maken. Want hier was dat zo hierop en weer hieronder moesten we dan weer solderen. Dan eronder moesten we dan weer iets solderen om dat allemaal te verbinden aan elkaar, zeg maar. En bijvoorbeeld hier, dat was allemaal heel gemakkelijk en zo. En ook hier. En dankzij onze leraar wisten we ook hoe we dat moesten doen met die soldeertin. Ja, hoe we het zeg maar moet noemen. En met de soldeerbout. Het is allemaal goed gekomen. En hebben we er nog een verlengde aangemaakt, dit stukje. Normaal gingen we dat niet aanmaken. Maar we zagen ook op onze afbeelding dat dat er ook bij hoorde. Dus dat vonden we ook wel goed. Dan is hier nog, dan is hier waar je zeg maar moet indrukken als je een kogel moet afvuren. Ik kan nu geen uitleg geven hoe dat in elkaar moet. Maar het was wel allemaal leuk om te maken. En we zijn ook blij met onze resultaten. Ja, ik ben heel blij. In het begin was het niet zo goed gelukt, maar we zijn blijven doorgaan. En uiteindelijk is het nog wel goed geworden. Daar ben ik tevreden over. We hebben een smiley gemaakt voor vrede. Want er is al genoeg oorlog in de wereld. En daarom wilden wij iets vrolijk maken. We hebben daar heel veel tijd in gestoken. Maar wij zijn daar eigenlijk aan begonnen na een verhaal van meneer Rossaar. Die heeft ons geleerd om te solderen. Maar dan was hij helemaal in het 100 gelopen. En dan heeft meneer Rossaar ons privé komen helpen. Want we hadden eerst een brief voor Peresteken gemaakt. Maar dat was niet zo goed gelukt. Dus hebben we de smiley gemaakt. Wij vonden het allemaal heel tof om het te doen. Eerst was dat ook met dat strippen en dat was wel grappig. Toen dat meneer Rossaar dat vertelde, iedereen lag echt strijk van het lachen. En ons mannetje, of onze smiley, heeft veel werk vereist. Ja, we hebben er veel werk aan gehad. Want het was deze dingetje dat was een paar keer mislukt. Want we hebben dat zeker 5 keer opnieuw moeten solderen.
want dat kwam steeds los. Voor die ronde hebben wij gewoon grief uit... Voor al deze dingen hebben we eigenlijk grief uit de klas gebruikt. En de koperdraad moesten we van thuis meenemen. We zijn een paar keer om soldeersel moeten gaan. En dat was wel grappig, want meneer Ols zei altijd... Ja, ik zal er een stukje van afknippen. Ja. En we moesten ook snokken voor geen hoeken in de draad te hebben. En zo hebben we daar rond iets ronds gedaan en dan hadden we een ronde vorm. We hebben ook een tang moeten gebruiken om dat vast te houden. Want als je die koperdraad gewoon met je handen vasthoudt en dan met die hete soldeerbout daarop komt, dan wordt heel die koperdraad warm en dan verbrandt je handen. Onze samenwerking was goed. Soms hadden we wel eens een klein meningsverschil, maar dat was dan rap weer opgelost. Door alle meningen samen te voegen, is deze eigenlijk eruit gekomen. Ja, ik ben wel trots op ons resultaat. Ik ook. Ik hoop zeker dat het in meneer Ossar zijn klas komt te hangen. Ja, en dat andere kinderen die hier ook nog komen te zitten, onze werkjes kunnen bewonderen. Het snok hebben we gedaan met twee bankschroeven. Eentje, de koperdraad hangen we aan één bankschroef en die zit op een soort tafel. En de andere doen we ook aan de andere kant doen we aan een andere bankschroef. En dan moest je keihard naar beneden trekken en dan was je touw helemaal recht. Met deze cirkel, dat was niet zo gemakkelijk om die te maken, want we moesten eerst een juiste vorm vinden. En als we die dan rond die vorm deden, dan moesten we die twee uiteinden nog aan elkaar vast solderen. En dat was niet zo gemakkelijk. En telkens als we er iets wouden aanhangen of aansolderen, dan ging die ronde terug verplooien. En dan moesten we dat weer rond potje doen. Eerst gingen we een minion maken, maar dat is niet echt gelukt. En toen hebben we een piece for power steken gemaakt, maar dat is ook weer niet gelukt. Dus we dachten dan gewoon aan een smiley en dat is wel gelukt. Dat was ook het gemakkelijkste. Maar toch, het lijkt gemakkelijk, maar dat is toch moeilijk om ook van die bril te maken. Daar hebben we Matthijs zijn bril voor gebruikt, om dat te maken. En dan moesten we dat nog eens vastsolderen, maar ook... Deze dingetje is nu ook terug een beetje los, maar dat schoot steeds van elkaar tijdens het solderen. Want met die schroeven, we moesten dat vasthouden ook met schroeven aan elkaar. En dat was echt moeilijk, want dat schoot telkens van elkaar. En Matthijs voelde ineens die warmte door zijn schroef komen. En al dat soldeersel vloog weg. Wij hebben een tank gemaakt. Want we hadden eerst zo, aan het begin van de les moesten wij allemaal een lijstje maken van 10 dingen die we zouden willen maken. En daar is uit gebleken dat wij een tank gingen maken. Dat leek het gemakkelijkste, maar ik was dat niet. Want eerst moesten wij die rupspanden hier in de juiste vorm krijgen. Eerst die draad verrechten en dan ook nog strippen, dat duurde ook lang. En dan moesten die draden aan elkaar solderen, maar dat was heel klein. En dat was heel moeilijk, want dat is ook een paar keer afgegaan. Omdat dat zo klein was. En dan met die koepel moesten ook nog die draadjes aan de kleine cirkel en de grote cirkel maken. En daar heeft meneer Ossaar ons mee geholpen. Want anders lukte dat niet. En dan met die loop hebben we ook veel dingen moeten doen. En dat is ook wel moeilijk, hè. Meneer Ossaar zei dat we zo veel mogelijk van onze draad moesten plooien. Dat hebben we ook geprobeerd met die rupsbanden. Want als je dan die rupsbanden laat bestaan uit verschillende deeltjes, dan is dat veel te moeilijk om dat aan elkaar te maken. En ook voor die cirkels en de loop... Die is dus misschien niet zo heel mooi, maar
Omdat we anders 4 verschillende stukjes aan elkaar moesten solderen, was dat toch het gemakkelijkste. En het resultaat vind ik wel mooi, met de loop aan de tank gesoldeerd dan zelf. En we hebben dan ook 2 steuntjes erop gesoldeerd, zodat we hem eigenlijk aan 4 zodat we hem aan 4 stokken konden vast solderen. We hebben alles 1 voor 1 gemaakt en dan aan elkaar vastgedaan. We dachten eerst voor zo 1 rupsband te maken, maar dan hebben we dat dubbel gemaakt. En dan hebben we deze 2 aan elkaar gemaakt, dan deze 2 en hebben we dat allemaal 1 voor 1 aan elkaar gemaakt. Dan hebben we de koepel erop gezet en zo hebben we dan dit resultaat gekregen. En we hebben ook... eerst was het, want het ging moeizaam met de banden te maken. Want we moeten ook nog eens, ook nu tijdens de speeltijd, zijn we ook nog eens gekomen om voor te werken. En dan was het nog altijd bijna niet klaar. Het is juist op tijd afgeraakt. Maar op een gegeven moment dachten wij zo van, ja, het gaat niet goed lukken. En het gaat niet meer lukken, maar dan is het toch gelukt. En het was dus eigenlijk wel mooi. De groepswerking ging vlot en soms hadden we zo'n... van bepaalde momenten, ja, dat gaat niet lukken. En uiteindelijk hebben we elkaar aangemoedigd en zijn we aan dit aangekomen. We moesten de draad dan eerst strippen. Dat moesten we dan op een houten blokje met een mes doen en uw arm gestrekt houden. En dan uw draad verder trekken. Daarna moesten we de draad gaan rechten met 2 bankschroeven en die moesten we dan naar beneden trekken. Die bankschroeven moesten goed aan elkaar vastzitten, want anders dan sloegen we terwijl met de ene tegen de grond en dan was de tegel gebarsten. En je mocht ook niet doortrekken, want je mocht wel doortrekken, maar ook niet met je armen tot op de grond. En bij het solderen hebben wij ons soms wel eens pijn gedaan. Want moesten wij allemaal verschillende dingen doen. En dan ging dat wel soms eens die punt tegen iemand zijn hand of zo. Als we soldeerden, was het op een bepaald moment ook heel warm. En toen lieten we los. En toen was bijvoorbeeld een draadje van de koepel lieten we dan los. En dan was het mislukt. En toen moesten we nog een paar keer proberen. Omdat... aan elkaar te krijgen. We zijn uiteindelijk toch blijven proberen en je ziet dat Anna er wint. Wij hebben een X-wing gemaakt en we zijn op het idee gekomen door dat wij alle 3 de interesse hadden om een soort vliegtuig te maken. Het had ook een paar probleempjes. Bijvoorbeeld met de plaats van RTD2 hadden we een klein stukje over. En we hebben dat gesoldeerd in, gesmolten en daartussen gesoldeerd in gemaakt dat dat vast zat. En de vleugels was ook wel soms een probleem, omdat het zeer moeilijk was. Voor de vleugels hebben we heel veel tin moeten gebruiken, want het was heel moeilijk om de onderste vleugels aan het koper te solderen. Want soms, toen wij dat vasthielden, ging dat soms van zijn plaats afschuiven en dan werden wij boos en dan moesten we dat opnieuw doen. En soms gebruikten wij te weinig tin en dan moesten we dat ook opnieuw doen. Het was ook heel moeilijk om die snuit hier samen te maken. Want dan moesten we eerst de vorm 2 keer maken en dan van helemaal vooraan dicht solderen. En dan moesten we die 2 punten nog eens dicht solderen en dan kwam dat af en toe terug los. De zijstukjes, dat was ook niet echt gemakkelijk, want dit stuk hier van voor was losgekomen. En dat moesten we dan opnieuw doen. Dus dat was dan uiteindelijk wel gelukt. De vleugels waren het allermoeilijkste, omdat je die ook je moest die schuin zetten. En dan, zoals Maarten net zei, af en toe te weinig soldeertin. En dan lukte dat niet. En dan had je ook nog dit achterstuk. Dat was ook wel wat moeilijk, want
wel hetzelfde probleem met uitglijden en al. En van, hier van boven hebben wij dat ook hetzelfde gehad. Met de vleugels en ook met dat stukje. Dat is ook om de vier vleugels ongeveer op dezelfde plek te krijgen en ongeveer even groot. Want we moesten dat ongeveer juist doen. En soms waren wij niet content dat het van al. Dat het niet op de juiste plek stond, was er af en toe wel eens ruzie. Maar toen vonden we wel elke keer een oplossing daarvoor. Ik vind het resultaat heel geslaagd. Vooral omdat dit was ook niet een van de makkelijkste opdrachten, maar ook niet van de moeilijkste. Ik ben ook heel blij voor het resultaat. Want het was, wat ik wat zei, niet echt gemakkelijk. En wat Michael zei, de snuit is ook niet echt makkelijk. Dus ik ben ook wel heel content. En onze groepssamenwerking was heel goed gelukt, vond ik wel. Ik vond dat het ook wel wat goed is gelukt, maar ik werd wel boos wanneer er slechte dingen gebeurden. Zoals iets eraf viel. Op een bepaald moment gebeurt dit. We hebben een M&M gemaakt, omdat wij dat allebei heel lekker vinden. We hadden hier wel een beetje last mee met de voeten en de M. Maar ja, door de tekeningen die we hadden, hadden we een goed voorbeeld en dan wisten we de vormen moesten maken. Het voorbereiden was heel tof. We hebben veel foto's gezocht op het internet, hoe we dat moesten doen aan die mond en al. En dan ja, hebben we heel veel gebruikt, maar het is uiteindelijk wel een mooi resultaat geworden. Eerst wilden we die armen zo doen, maar toen viel dat om en toen lag dat zo. En toen kregen we een idee om die armen zo te doen. We wilden ook nog pupillen maken, maar... Dat ging te moeilijk worden. Ja. En we konden die niet in het midden krijgen, daarom. En het eerste idee was eigenlijk om een bril te maken. Maar dat ging dan iets lelijker zijn, dus dan hebben wij gewoon de gewone ogen zonder bril gemaakt. Ja. Samen. Voilà, onze auto. We hebben er zwaar aan gewerkt. Vele lesuren hebben ons best gedaan. Nog één. Ja, het was heel moeilijk. Echt heel moeilijk opdracht. We zijn bijna elke middag binnengebleven om aan de auto verder te werken. Maar hij is nog niet helemaal 100% af. Dus we gaan hopen dat hij nog later in de toekomst verder af gaat geraken. Ja, dus we moesten beginnen met eerst... De chassis en de wielen, zodat we al wisten hoe groot onze auto ongeveer ging worden. We hebben een klein beetje een miscalculatie gemaakt met de lengte en de hoogte, want nu zijn een klein beetje te lang. Maar dat zie je niet, denk ik. Ja, het lijkt nu meer op een camionet. Het was eerst de bedoeling om een Mini Cooper te maken, maar... Hij is een beetje te hoog en te lang uitgekomen. Dus hier, bedrijf Mini Cooper. We zijn begonnen met een oude versie en het is een lange versie geworden. We doen jullie na. Oké. Ja, aangezien het feit dat hij wat scheef staat, hebben we er toch heel veel tijd in gestoken en komt het uit ons hart. Ja. We zijn dan ook allemaal afmetingen. We zijn dan ook allemaal afmetingen gaan nemen en ja, allemaal afmetingen dat de bovenkant goed op de chassis paste en dat vast hing. En nu hangt het vast, ja. Ja, want anders zou het niet uitkomen bijvoorbeeld met de achterkant dat die er niet meer op past, want dan zal je bijvoorbeeld scheef staan. En de voorkant, de holster en zo, dan zou dan ook scheef staan. Nu is het redelijk goed gelukt. Ja.
het komt uit het hart en uit de soldeerbout. Zoals, we hebben ons zwaar ons best gedaan. En zie wat er van komt. De schone Mini Cooper. Dan een Maxi Cooper is geworden. Voilà. Eerst moesten we een top 10 maken van meneer Rossaar. En aangelang die ideeën maakten we dan groepjes. Als eerst gingen we strekken met een gestrekte arm, zodat moesten we uitschoven dat we onszelf of iemand anders niet konden pijn doen. Na het oefenen konden we beginnen met het solderen. Daarvoor moesten we eerst schetsen en afbeeldingen hebben. We hadden vele goede ideeën, maar die moesten we aan de kant doen, omdat ze te ingewikkeld waren. Uiteindelijk kozen we voor een snoepie, een kat, een schildpad en een vis, maar dat was te moeilijk, dus kozen we toch voor een kat, een vis, een vlinder en een zeepaardje. Dus konden we beginnen solderen. Daarvoor hadden we nodig soldeerbout, tin en koperdraad. Dus begonnen we te solderen. Af en toe was het wat moeilijker omdat de koperdraad verschoof. Om dat te voorkomen gebruikten we tangetjes en blokjes. Die hielpen ons ook zodat we ons niet konden verbranden. Maar als we toch hulp nodig hadden, dan vroegen we het aan de leerkracht. En dit is dan het resultaat geworden. Een dierenmobiel met een kat, een vis, een zeepaard en een vlinder. Wij hebben de diertjes vastgemaakt met soepele draad, zodat het dan mooi krullend wordt of lijkt. En rossaartjes zijn eigenlijk soepele draden die we dan aan een schroef hebben rondgedraaid, zodat dat zoals dit resultaat uitkomt. We zijn één keer over de middag gekomen, omdat we dachten dat we misschien niet klaar zouden zijn. Maar uiteindelijk zijn we toch klaar geraakt. We wilden misschien nog andere dingen doen, maar dat zijn we toch niet dat hebben we dan toch niet gedaan. Want dan zou het niet zo heel mooi meer zijn. Dit is een vlinder. Ik weet niet waar die draait. Is dat een vlinder? Hij is weg kwijt. Dit is de vis, daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan moeten solderen. Alleen het oogje, het mondje en de staart vastmaken en dan aan het kleine rossaartje. Bij deze kat hebben we iets meer moeten solderen, ook weer hier aan de staart. Dat ging iets moeilijker. Nou, eerst dit aan elkaar moesten solderen en dan die staart er nog bij. En de oren, die zijn ook niet gelijk, nu ik het zo zie. Maar dat was wel heel moeilijk om die zo na te maken, alle twee hetzelfde. Het zeepaardje hadden we eigenlijk dus een grote foto afgeprint. En dan hebben we die dan koperdraad er telkens over gedaan en dan zo telkens zitten te verbuigen totdat het goed kwam. En dan kwam dat zo dit uit. Alleen de staart, zal ik maar zeggen. Kan je stilstaan, dat baardje? Nee, hij is heel hevig. Ben ik te groot voor u? Toen we in het begin eigenlijk onze Eiffeltoren wou maken, hadden we eerst het idee om het in 3D te doen. Maar het is toch mislukt, dus dan zijn we later toch begonnen in 2D. En dan hebben we eigenlijk Pray for Paris eigenlijk nagemaakt. Ja, dat was zo. We wilden eerst zo 3D doen, maar dat lukte dan niet goed. Dus we zijn dan zo'n rond ding gaan maken. Dan hebben we een emmer gebruikt om die ronde vorm zo te maken. En dan uiteindelijk hebben we heel veel moeten solderen. Want we moesten al die streepjes aan elkaar vast solderen en die boog, dus dat was best wel veel soldeerwerk. En om te solderen dan zaten we soms wel vast, want als je hier dan dat bolletje moest maken, moest je ook oppassen dat die bolletjes ernaast niet los zouden komen. Van boven hebben wij ook een driehoek gemaakt om het op te kunnen hangen. We moesten zo met een mes gaan. Hoe noemde je dat? Met mes moesten we gaan strippen. En dan moest je je arm strekken, zodat je jezelf niet zou snijden of degene naast je niet zou verwonden. En dan hebben we zo heel veel draad moeten strippen. En
dan hadden we het eigenlijk nog wel wat over, maar alles is wel goed gelukt. Het stuk hierboven was het moeilijkste, want dan moesten we 3 koperen draden aan elkaar lassen. Dus dat was echt heel moeilijk. Ja, in het begin we hadden ook een klein probleempje nog met deze boog. Omdat we niet wisten hoe we die dan zouden moeten plooien om toch tot een goed eindresultaat te komen. Het was in het begin ook wel eerst nadenken toen onze 3D-werkje was mislukt. Dan was het toch nadenken van wat gaan we nu maken en uiteindelijk zijn we dan tot dit gekomen. Ja, we wouden het 3D-werkje toch nog een beetje uitinhouden en niet gewoon het teken van Pay for Pride. Dus we hebben deze lijnen er nog bij gehouden.